Ja, Jos, gefeliciteerd met de overwinning tegen Longa 30. Al met al toch wel moeizaam, hadden we niet gedacht. Vooral niet naar de snelle voorsprong. Dankjewel allereerst. Nee, wij ook niet. En, we scoren, we komen goed op 1-0. Ik vind dat we de eerste helft ook echt een goede eerste helft op de mat brengen. En waarin zijn we dan goed? We zijn met name goed in het druk zetten. Waarbij de tegenstander geen moment krijgt om los te komen. Volgens mij was het de 35e minuut. Als het ware ook voor het eerst dat ze voor onze goal kwamen. Het vervelende is wel dat deze speler zo vrij stond op de 16 dat hij hem ook direct binnen kon schieten. Een goede goal van hun trouwens. Maar dat was echt waar het eerste moment in de eerste helft waarin zij op onze helft komen, de bal kunnen verplaatsen en uiteindelijk ook binnen kunnen schieten. Dus tot die tijd is er niks aan de hand. Dus ik zei ook in de rust tegen de boys van de eerste helft waren we tevreden over. En als je kritisch bent, dan vind ik dat we in de eindfase de juiste keuze moeten maken. Dan sta je met de rust denk ik met 6-7 in voor. Ja. De eindpaas vond ik wel minder de eerste helft. Jij dan? Ja, dat zeg ik net. Ja, oké, dankjewel. Nou, voor mij zei je eindfase, maar dan maar verder. Nee, eindpaas in de eindfase. Dus in de eindfase moeten wij, daar moet ook geil zijn om te willen scoren. En het spelbeeld is goed, we zijn geduldig. We kiezen we maken de juiste keuze aan de bal. Alleen in de eindfase, dus ik benoem hier drie keer over vanaf de rechterkant. Of dat nou Hemmink is, of dat nou Veensma is, of dat nou kapitein is die dan de lopende man achter de laatste linie gaat benutten. Ja, die balletjes die zijn net niet goed. Daar kwamen we ook terug in de rust. Ja, dat we dat echt beter moeten doen. Ja, maar toch laten jullie niet gek maken. Want zij komen dan op 1-1. Maar jullie gaan gewoon door met het spelletje wat je moet spelen. En je maakt ook de 2-1. Trouwens een mooi doelpunt. Ik denk dat dat een van de grootste verschillen is met het afgelopen seizoen. Waarin we op het moment dat we achterkwamen of een tegenstander ging scoren. Dan waren we het helemaal kwijt. En dan waren we ook niet meer in de veerkracht, dan sloeg het helemaal door. Ik vond de fase in de tweede helft dat het ook wel iets gebeurde. Maar ik heb wel het gevoel dat we daarin echt groeiende zijn. En ja, die veerkracht zie je ook in de laatste fase terug, waarin we nog echt de geloof hebben. We wisselen natuurlijk ook nog een keer aanvallend. Ja, dan kun je zeggen van wissel is laat. Ja, is laat, dat klopt. Maar ja, uiteindelijk winnen we wel met 4-3. Dus de wissel is goed uitgepakt. Ja. 57e minuut komen zij toch weer op 2-2. Maar we hebben het net over veerkracht gehad. Een minuut later was het alweer 3-2. Ja, eens. Kijk, Tim van den Berg is voor ons echt een hele stabiele factor gebleken in de eerste fase van deze competitie. En in die fase maakt hij een fout en dat zorgt voor de 2-2. En ja, direct het moment daarop Jasper Veldkamp, die trouwens heel goed inviel, een goede goal maakte en 3-2. En we hebben natuurlijk nog niet geanalyseerd en geëvalueerd met elkaar, maar in die fase moeten wij, moet je ons echt verwijten dat we niet meer doordrukken. We waren niet meer bezig om de vierde te maken. Geeft meer lucht, hè, die 4-2 dan. Ja, ook in de eerste helft. Kijk, 3-1, 4-1, 5-1 geeft zoveel meer lucht dan dat je nu billend knijpend langs de kant staat. En het is tot aan het einde aan spannend. Alleen het is ook wel prettig voor alles en iedereen en ook voor ons als staf. En ik denk ook de spelersgroep, als je sneller afstand neemt van je tegenstander. Want dat had natuurlijk makkelijk gekund vandaag. Gemoeten. Ja, 3-3 had niet goedgekeurd moeten worden, vind ik zelf. Want de keeper werd gigantisch gehinderd. Ja, zo oogde het vanaf de zijkant ook. Ik vond dat er scheidsrechter die. Ik had het gevoel dat hij ook nog een beetje twijfelde. Los van dat komen we in die fase wel dat we corners tegen gaan krijgen. En ja, dan roep je het wel een beetje op jezelf af dat je hun toch gevaarlijk laat worden. En ja, dat die corners tegenkomen, daarin, dat is aan de voorkant. Dat moet dan niet gebeuren. Ja, vervolgens staat het 3-3, want dat was in de 73e minuut. En je gaat toch duidelijk voor die 4-3 overwinning. En in de blessuretijd gebeurde dat dus ook. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar Jasper scoort zijn tweede. Ik weet nog niet precies wat er gebeurde, maar op een gegeven moment zag ik net heen en weer gaan. En dat maakte de 4-3. Zag ik ook, een vreugde-explosie hier langs de kant. Heerlijk. En top. Kijk, als je ook naar de uitslagen kijkt op de andere velden, dan staan we nu alleen aan kop. Ik ben trots en ik ben blij met de veerkracht van onze groep. Ik ben blij met de eerste helft. Ik zie dat we nog echt dingen hebben om te verbeteren. Daar ben ik ook blij mee, want anders zullen we nu misschien al klaar zijn. Maar we kunnen de vinger nog op de zere plek gaan neerleggen. Ik ben blij met de wissels die erin komen en met de teamspirit. Dus nogmaals, ik denk dat we op de goede weg zijn.
Ja, dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd. Maak er een mooi weekend van. Gaan we doen. Dankjewel.